zoals alle kermissen tegenwoordig afgezet met hekken. Ook al hier is gewoon dranghekken, terwijl het makkelijk doorheen komt soms. Maar goed, hier is de ingang. En het plein hier, zo hebben ze een bommetje volgezet met attracties. Nou ja, je ziet er wel voldoende ruimte. Ach, nou ja, het is gewoon niet zo druk. Dus dat kan wat snel. Ja, eindelijk staat hij daar dan, de FIFA Las Vegas van Air Jans. Dit was vroeger de Fun Circus. En hij is helemaal opgeknapt, helemaal gerestyled. Het is een prachtige freestyle geworden. Ik vind vooral die kleurencombinatie met de blauw vind ik echt vet gedaan. En wat ook leuk is hierbij, 24/7 open. Nou, dat is toch mooie mensen. Dus kan er altijd gewoon in als je wil. En hier hebben we de Geister Villa en fantastisch spookhuis van de buitenkant. Ja, echt geweldig. Misschien dat ik hem eens ga doen. Ik ben wel eens benieuwd. Want je ziet dat hij die spookhuis heel mooi van de buitenkant. Maar je weet dus nooit hoe het van de binnenkant is, hè? Kijk, en dit soort dingen is gewoon mooi, hè, mensen. Het straalt gewoon echt kwaliteit uit het spookhuis. En dan vinden we hier opeens Hell Raiders. Dit is de vervanging van de Airborne Booster die nog niet altijd klaar is. Ja, dat is wel een hele inzakking van de vervanging. Ga je opeens van 65 meter naar, wat zal het zijn? 30, 40 meter. Nou ja, mooi dat ze in ieder geval nog een booster hebben weten te regelen. Die staat natuurlijk al vaker in Tilburg. Alleen jammer dat die nu weer staat. Booby Trap Hotel XXL. Die een beetje verschuil staat achter een boom. Nou ja, je hebt hier ook die nieuwe dingen. Nieuwe paalden, schilder, ik weet niet hoe ik het noem. Maar vind ik erg mooi eruit zien. En Red Spot Safety nu. Volgens mij had hij dat ook niet al eerder. Nou ja, erg leuk in ieder geval. Volgens mij hebben ze dit een beetje van Duitsland afgekeken, want daar hebben ze het ook wel vaker. Van dit soort palen en zitbanken voor. Ik vind het in ieder geval een mooie toevoeging. Oh, kijk jongens. Dat zat ook krap op de stoep. Ja. Nou ja, het verkeer is hier dan wel afgesloten, maar normaal stond hier dus allemaal kramen. Omdat ze het een en ander geschrapt hebben. Moeten we nu dus een stukje lopen zonder kermis. En ja, dat is dus toch vrij apart. Ik denk dat je het beste plein, want ik ook al extant hoor zeggen dat je het beste plein meer kan zien als gewoon een wijkkermis. Of dorpskermis. Want het is nog best een eindje lopen nu naar het normale kermisgedeelte. En wij zijn natuurlijk freaks. Wij doen dat om al attracties te zien. Maar ik weet niet of alle bezoekers dat ook doen. Ja. Nou ja, hier het antwoord, mensen roepen massaal heen en weer, dat had ik niet verwacht. Maar ja, ze doen het dus toch. En wat zien we daar nou ineens, jongens? Een reuzenrad. Lambring die heb hier zo plek gekregen op de spoorlaan. En ja, hier kunnen mensen dus voor 2 euro in als ik de site mag lopen. Maar ja, het ziet er niet zo heel druk uit, maar het is ook volgens mij meer voor bedrijven die dan iets kunnen doen. Maar je voelt wel leuk dat ze dit doen. Nou, we zijn inmiddels een stukje verder gelopen en die vinden we de minicars. Eenzaam en alleen op het Pieter Vredeplein. Maar toch... Hey, mensen, dit is toch ook leuk, hè? De Kermis Tilburg Express. Ja, we gaan zo maar over naar een ander onderwerp, maar... Oh ja, hij stopt hier. Je kan je van het beste prijs zo naar die andere kant van de kermis. Vind ik een mooie oplossing. Niet je hele stukje lopen, want het is nogal wat. Kijk, en heb je natuurlijk ook, dat is ook leuk, Kermis FM. Oh, die is er ook weer van de partij. En hier op de heuvel staat ook nog als enigste zaak de teacups van Vermolen. Een hele jingle show erbij. Ja, leuke zaken. Zo, en dan komen we aan op de Parijsring. En hier staat toch wel het grootste deel van de kermis. Waar gewoon alle topzaken staan. We zijn hier bij de ingang en daar wordt in de gaten gehouden of er niet te veel mensen zijn. Ja, dat vind ik wel een goede zaak. Ik vind sowieso tot nu toe erg goed geregeld. Ja, hoe ze de drukte in de gaten houden hier zo. Nou goed, hier begrijp ik al de Fire Department Funhouse. Met Fry Valtoren bij. En daar heb je Patrick. Nee, die hoort er niet bij. Maar die is dus ook niet van de partij. Blijft toch een erg mooi funhouse hoor. Dat Fire Department van Orneman. En als je het hebt over goede shows maken, dan denk je wel de Crazy Dance Whip. Ja, deze zaak doet er alles van om een goede show neer te zetten.
rangmachines, fire funnel, lasers, moving heads. Geweldig. Nee, dit is mooi om te zien, mensen. Oh ja, wiebelen. Crazy Dance Machine. Oh, moet je horen, gewoon aangepaste jingles. Dat is ook wel netjes. Lijkt net de street dance wel, joh. Nee, ik vind het alleen maar mooi om te zien. En dan gaat hij bijna mensen, zijn er aan het aftellen. De Airways Bungee staat hier van de voer. Hoppakee. 45 meter de lucht in. Ja, ja. En hier zie je het ook weer. Het is wel druk op de kermis, maar de paden zijn heel erg breed gemaakt. Ja, anders staan hier gewoon diepere attracties. Dat hebben ze hier gewoon kantzagen neergezet. Dus ook zie je hier, zie je weer, afstand houden is hier makkelijk te doen. Het is er natuurlijk altijd de verantwoordelijkheid van de mensen zelf of ze dat ook doen. Daar kan de kermis niks aan doen, zeg maar. Kijk, en deze zaak is nieuw in Nederland, de Race-O-Rama. Dit vind ik echt een leuke zaak, het lijkt op een buggy. Maar dan heb je hier zo bij die bocht, als het goed is gaat hij nu beginnen. Kijk, dit is dus heel leuk gedaan. De vliegt een soort van uit de bocht, telkens. En dat geeft een hele leuke beleving. Ook mooi gethematiseerd. Als het goed is, is hij van de voer, maar dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval een leuke aanwinst voor Nederland. En dan komen we hier aan op het stadhuisplein met heel veel grote maakzaken naast elkaar. We beginnen in ieder geval daar zo met de dance mix van Otte. En bij ongeveer elke grote attractie staan desinfectiepunten. Dat vind ik ook erg goed geregeld. Zo, en de muziek gaat hier een partijtje hard, jongen. Ik hoop dat jullie het me kunnen horen. Het is echt niet normaal. Kijk, en dit doet me wel weer goed om te zien hoor. Allemaal draaiende attracties, allemaal vrolijke mensen. Ja, dit is echt kermis. En de breakdance van Hoefnavels is de volgende zaak die we tegenkomen. De nummer 1. De nummer 3 stond er op het Westerterrein, dat is er ook altijd. Twee breakdancers van dezelfde exploitant gewoon op één kermis. Dat zijn echt alleen maar in Tilburg. En daarnaast vinden we direct de Snowhead die een wachtrij, niet echt een wachtrij, oh ja trouwens wel, een wachtrij gecreëerd hier zo. Dat vind ik wel apart, want bij de Brainers, wat ook zo'n rondlopende zaak is, hebben ze dat niet. Maar ja goed, voorzorgmaatregelen zijn natuurlijk altijd goed hier zo bij. En hier zo dansen de Power Police van vader. Ook hier een ingang en uitgang. Ja, we willen wel sneller hoor. Al die handen de lucht in. Kijk, maakt er altijd een leuk showtje van. Dus vind ik mooi om te zien hoor. Lekker de kruisen vol open. Misschien nog vanavond een ritje doen. Want het blijft toch altijd een mooie klassieke zaak hoor, de Power Police. Let's go!
Kijk, en dit is mooi hoor. De nieuwste zaak van Nederland, de Toxic van Mona. Ja, geweldig. Dat is gewoon weer een attractie. Compleet weten te restylen en helemaal weer operationeel te maken. Gaan we zo doen, want dit lijkt me echt een hele heftige machine. Dus ik ben heel benieuwd. Zo, en dat was de Stadhuisplein. We gaan nu door naar het Koningsplein, het Raadsplein. En normaal kon je daar altijd straks net roer in waar de gaas nu staat. Maar nu moeten we een stukje omlopen. Dus dat gaan we dan ook doen. En daar in de verte zien we het Koningsplein nog weer. En een tweede wippie, mensen. Welkom in Tilburg. Ja, en daar zit dus de X-Factory als tweede wippie. Zoals vervanging voor de Fireball, maar ja, had dan iets anders neergezet dan geen tweede wip. En dan ook nog zo kort op elkaar. Goed, hier Lunapark Cakewalk van Rema. Nou, dat kerstdier is als tweede spookhuis. Prachtig spookhuis. Echt, ik blijf het zeggen, elke keer als ik hem zie, blijft hij maar vernieuwen. Zo, nu zie ik weer vernieuwingen. Een nieuwe kassa, nou, dat had hij al. Oh, Firefun mensen. Ja, dat is natuurlijk altijd mooi. Ah, mooi spookhuis. Blijft een mooi spookhuis. Uit de hele tent. Kiezen wat je wil. Jongen, jongen, jongen. Hey, komt er maar. Dan hebben we dan nog de Disco Chimp ook daar met een wachtrij gemaakt. En ja, hij doet zoals altijd goed. Jumpers gaan goed aan in Nederland. En dat is mooi, want dan krijgen we binnenkort twee erbij. De Dam Jumper en de Base Jumper. Ja, wordt ook een mooie zaak hoor. Kijk er al naar uit. Oké, dit vind ik wel goed op elke attractie van die borden, 1,5 meter. Zo blijf je iedereen eraan herinneren. En dan hebben we de reactor van Boesveld sinds dit jaar. Niet meer van Mona, maar die is nu de Toxic. Ja, het draait nu even een testrondje, we hadden net storing gehad. Dus hopelijk is het nu voorbij. Ah, het blijft een topzaak dit, hè. En als hekker sluit hier de spinning coaster van Bewalda. Ja, er hoort natuurlijk altijd wel bij aan Tilburg, een grote achtbaan. Dan draait hij voor 5 euro. Ja, er komt er een. Dat was dan de kermis in Tilburg. Ja, echt super dat de gemeente Tilburg nog een kermis heeft weten neer te zetten. En de attracties die hier staan, hoe het is opgezet, de maatregelen die zijn genomen, dat is echt super geregeld. Ja, dus ik vind het echt top dat Tilburg dit nog weten te regelen. Dus ja, ik zou vooral zeggen, ga vooral nog naar Tilburg, want het is echt een moeite waard om het te bezoeken. Het is echt weer die kermissfeer die hangt. Ja, dat doet me echt weer goed. En al die mensen die hier in de attracties staan. Het zou een goed voorbeeld kunnen zijn voor andere gemeentes die nu af laten zetten. Want als je ziet, dit is ook in de binnenstad.
En dus het zou makkelijk kunnen, een binnenstadskermis. Het ligt natuurlijk wel per stad verschillend, maar dit is dan echt een voorbeeld. Dus ja, als je nog naar Tilburg kan, ga vooral, want het is echt een super goede kermis. En nou, like, abonneer, doei!